En in het kader van 45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Canada en Suriname heeft de Canadese ambassadeur Mark Berman onder meer een bezoek gebracht aan het district Brokopondo. Daar zijn er twee projecten uitgevoerd van het Canada Fund voor Local Initiatives. De ambassadeur heeft de districtscommissaris Ludwig Mendelssohn voorgehouden dat er mogelijkheden zijn om fondsen te verkrijgen uit Canada. De Canadese ambassadeur heeft ook een bezoek gebracht aan minister Saskia Walden van Economische Zaken. Met de minister is onder meer gesproken over het organiseren van een business-to-business handelsmissie. Ook bezocht hij minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken, met wie hij gesproken heeft over het verlenen van medewerking op technisch gebied voor de productiesector van Suriname.